Toch wel gaaf, hè? We hadden een schitterend restaurant en dat was eigenlijk helemaal perfect, hè? Alleen we hadden een klein probleempje, tenminste bijkomend een probleempje. Er kwamen bijna geen mensen van de vloer kwamen naar boven toe. En toen kwam je na de vakantie, kwam jij boven en toen zag je dat alle wanden eruit lagen. En toen zei je, wat heb je hier gedaan? Als ik dat zo rondkijk, dan moet ik toch wel bekennen dat het fantastisch geworden is. Dat was voor mij gewoon heel belangrijk, dat ook het personeel daarmee verbonden kon worden. En zo'n verandering in strategie, maar ook in de missie, dan moet je dat faciliteren. En ik dacht gewoon, ja, weet je wel, we moeten dat gewoon gaan proberen. Ja, waardoor dat je niet eigenlijk allemaal die... Nee, je krijgt toch die verbinding die je graag wil hebben. Ja. En ik moet zeggen, dat is inderdaad heel goed gelukt. Ja. Chapeau. Ja, dankjewel. Ja. Nou, het ligt vast. Ja. Kaila. Vuur is pure natuur. Als je hier door de bossen loopt, dan krijg je ook altijd weer ideeën. Omdat dat altijd weer samenhangt met ons werk. Ja. En wij komen nooit los van ons werk. Nee, maar zelfs zoiets kan eindigen als houtstam voor in een gashaard. Even nog vuurtjes stoken. Misschien een beetje ruiken. Ja, maar het is ook prachtig hè, dat Kalfayer dat die zo ver is gekomen dat die een gasvuur hebben. Dus met echte vonken erin. Waar je helemaal niet meer het verschil kunt zien tussen houtvuur en gasvuur. Dat zijn toch eigenlijk enorme prestaties. Ja, dan met elektrisch vuur, wat je dan weer dat echte gasvuur filmt. Wat er ook voor zorgt dat gewoon mensen in Engeland waar ik kom, waar ik het filmpje laat zien, en die zeggen van, ja maar dat is toch de folder of dat is een filmpje van een gasvuur? Ik zeg nee, ik zeg dat is onze elektrische haard, dus daar staan ze heel erg verbaasd dan om. Je denkt aan de klant terwijl je aan het ontwikkelen bent. En dan, dat is ook een ander tijdslijn dan hoe je dan gaat werken. Kijk hoe vroeger dat wij weten wat die mensen exact willen, des te beter kunnen wij onze producten maken, maar ook des te meer kunnen wij mensen verbinden door middel van duurzaam vuur. Als wij producten maken, uitingenieren wat met vuur te maken heeft, maar daardoor verbind je niet die mensen, dan heeft het geen zin. En wat ik altijd zeg, als ik een nieuwe klant krijg, dan zeg ik altijd welkom bij de familie. He, dat zij als nieuwe klant vormen zij een lid van de Kalfayer familie. Wat zelfs geldt ook voor de medewerkers, onze collega's. Ja. Ja. Die horen ook bij zijn Kalfayer. Je hebt gewoon iedereen nodig om je doelen te halen. Ja, hoe lang werk jij nou exact hier? Ik was gelijk binnengekomen bij de 25 jaar viering. Dus, nu 40. In dezelfde week en nu is 40. Dus, oh, dat weet je niet. Ja, kijk, ja. Nu komen we vandaag hier filmen en alles ziet er helemaal gelikt uit. Maar dat is altijd zo, hè? Dat is niet nou toevallig voor de film. Dat is altijd, ik denk een stukje ordenetheid, ja, dat draagt ook bij een goede werksfeer en een goede werkplek. En als ik kijk naar 17 jaar geleden, het was een klein familiebedrijf met een hele ik ben relaxed en familiaire sfeer ook zo, hè? Zo moet ik het benoemen. Ja, inmiddels ben je qua capaciteit verdubbeld, ook aan mensen, maar die sfeer is er nog steeds. En dat is wel heel prettig. Ja, dat zorgt er ook voor dat je je betrokken voelt bij het bedrijf, zeg maar. Als we een probleem hadden, was het niet zo van, nou, dat is jouw probleem, los maar op. Nee, dan deed je het samen. Ja, dat was echt een teamgevoel, een familiegevoel dat je... Het komt ook omdat we succes hadden. Ja, dan was het ook natuurlijk leuk, weet je, als we een succes hadden, dan werd dat die teamgeest natuurlijk helemaal gestimuleerd. Ja. Dan ging je helemaal uit je bollen. Ja. Nou, aankom dat je passie hebt met je product. Als je passie hebt met je product, dan gaat dat vanzelf lopen. En we willen ook producten maken die niet alleen innovatief zijn, maar waar mensen ook gewoon echt op zitten te wachten. Waar mensen echt mee verbonden worden. Ja, absoluut. Kijk eens wat er nu gebeurt. Wat de consument ziet in de showroom van onze dealers, dat is hetgeen waar wij ook mee begonnen zijn. En dat is sfeer, dat is weer warmte, dat is rendement. Dat zijn aspecten dus waarvoor dat een klant in de showroom komt. En die naam hebben we ook in de markt, hè, dat wij toch nog altijd toonaangevend zijn, dat ze achter ons aanlopen. KAL, dat is voor calorieën, dat is hoeveelheid warmte.
dat is het rendement. En fire, dat is de sfeer, dat is de gezelligheid, dat is de samen om een vuur zitten. En die twee aspecten die ook in onze naam zitten, die blijven bestaan. Welke tijd dat we ook krijgen.